Dag. Hallo. Colette Schiphorst. Ja. Zangeres Kooting Sand. Ja, klopt. Ja. Hier, welkom hier in Apeldoorn. Ja, dank je. Voor jullie om de hoek, hè? Ja, zeker om de hoek, ja. Ja, we wonen in Klarenbeek, dus dat betreft, ja, op de fiets zou je het eigenlijk kunnen doen. Maar... Ja, ja. Maar jullie komen allemaal uit Klarenbeek? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Klarenbeek en mijn broers ook. En Guido die komt uit Voorst. Ja. Dus ja, ja. Dat is ook om de hoek eigenlijk. Ja, hebben een trek over jullie band. Ja. Een bijzondere band, een beetje de Kelly Family van Gelderland. Mag ik het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Ja, ja, absoluut. Ja, het is wel zeker een bijzondere band, omdat we met z'n allen dan... ja, we zijn broers en zus. En behalve Guido dan. Maar ja, het is zeker wel een aparte familie. Ja, maar Guido kan je ook een beetje zien als member of the family. Nou, inmiddels na zoveel jaar wel, ja. Ja, ja. Ja. Wat kan ik voor jou in het vet gooien? Doe maar een paar frikandellen. Frikandellen? Ja, voor de jongens voornamelijk. Hoezo? De jongens die zijn dol op frikandellen? Nou, als wij spelen... Genoeg? Ja, zat. Ja. Als we spelen, dan meestal na die tijd... als het in ieder geval dicht bij mijn ouders in de buurt is... dan stoppen we altijd de terugweg nog even daar. En om daar de koelkast of de vriezer in ieder geval helemaal leeg, ja, te eten. Dus, ja. En dat zijn dan meestal frikandellen. Eventjes vier jaar terug, ja, praten over 2007. Mm-hmm. Stonden jullie bijna op knappen, op doorbreken. Ja. Want jullie hadden een grote hit, I Know. Ja. Jullie waren mega hit bij 3FM, ja, superclip bij TMF. Waar zijn jullie eigenlijk sindsdien gebleven? Ja, we hebben heel veel... Niks meer van jullie gehoord eigenlijk. Nee, op de radio inderdaad niet meer zoveel. Maar we hebben wel heel veel optredens daaraan overgehouden. Echt heel veel gave festivaldingen gedaan. We zijn eigenlijk het hele land door geweest. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat hebben we tot eind 2009 is dat eigenlijk een beetje zo doorgegaan. En toen hadden we zoiets van, we moeten weer met iets nieuws komen. En daar hebben we ook gewoon eigenlijk ruim de tijd voor genomen. En vandaar dat het eigenlijk qua media behoorlijk stil is geweest rondom ons. Maar het neemt niet weg dat we eigenlijk nog behoorlijk veel hebben gespeeld. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar jullie zijn weer helemaal terug. Ja, we zijn weer helemaal terug. Ja, want een mooi moment. Afgelopen zomer is jullie tweede album uitgekomen. Ja, ja. Met de naam? Within Your Arms. Step away, there's no need to fight now. You lose your mind, chasing ghosts of your own.